Vorig jaar was de hazenpot stamvol met kinderen, maar nu is het leeg. Hoe was de reis naar Boerdonk, Sinterklaas? Nou, de reis naar Boerdonk, ja, dat waren wel een paar probleempjes, maar dankzij mijn hoofdpiet is dat allemaal heel goed gekomen. Gelukkig dat alles weer is opgelost. Jongen, jongen, anders waren al die pakjes niet aangekomen in Boerdonk. De Sint heeft ook heel veel pieten. Hoe kent hij ze allemaal uit elkaar? Ja, elke piet heeft zijn eigen karakter. Hoe zal ik het zeggen? We hebben mallepiet, we hebben de kolenpiet, we hebben piet, welke hebben we nog meer? We hebben zoveel pieten en ze hebben allemaal hun eigen karakter. Ja, sommige zijn een beetje lastig, maar goed, die houden we dan een beetje onder de duim. En ja, we hebben hier je hoofdpiet, hè? Ja, de hoofdpiet hebben we ook. En die kent ze allemaal. Ja. Boerdonk had de Sint, ondanks de bekende beperkingen, het goed voor elkaar. Samen met Stichting Algemeen Belang Boerdonk was er een speciale postbus geopend waar de kinderen tekeningen in konden gooien. Toen kwamen ze met een voorstel, als we nu eens een postbus, gewone postbus bij het dorpshuis en daar de kinderen alle tekeningen. Nou, je ziet, het is goed gelukt. We hebben alle tekeningen gekregen, Piet. Ja. Je had er wel druk mee, hè? Ja. Kijk niet naar het thuisje. Ook de Sint en Pieten brengen veilig de pakjes rond. Ik heb ook een touwtje aan mijn staf. Dat is de 1,5 meter. Zoals je kunt zien, de Sint was erg enthousiast in Boerdonk. Nou, ik wil in ieder geval de kinderen bedanken, hè, voor de mooie tekeningen, zeker in Boerdonk. Ja, en ik hoop dat jullie een hele fijne Sinterklaasavond hebben. Rossen? Ja. Hey.